De agrarische sector van Suriname moet verder verruimd en ontwikkeld worden. Om dichter bij dit doel te komen, begon vanmorgen de training Capaciteitsversterking voor landbouwbelanghebbenden in Suriname. Deze training is een samenwerking tussen het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, CELOS, en SAMAP. CELOS-directeur Sudishtan Jairam zegt dat deze training uit verschillende componenten bestaat en bestemd is voor boeren uit de districten Ikeri, Koroni, Saramaka, Wanica, Paramaribo, Para en Komowene. De training moet resulteren in productiviteitsverhoging binnen de sector. U weet dat bijvoorbeeld de mechanisatie het zo is dat de rijsector goed gemechaniseerd is en dat die andere subsectoren in feite nog niet zo goed ontwikkeld zijn, niet goed gemechaniseerd zijn, waardoor je merkt dat ook die ontwikkeling van die andere subsectoren het ware niet zo op niveau is, waardoor die andere subsectoren een beetje achter en kleinschalig blijven. Maar we zien dat op de wereld er dagelijks of regelmatig nieuwe technologieën worden ontwikkeld. Arbeidsbesparende, vervangende technologieën in die landbouw, wat die landbouw aantrekkelijk maakt. En hier zien we dus dat die technologieën niet zo veel worden toegepast, waardoor die landbouw ook vooral voor die jongeren niet zo aantrekkelijk wordt. Dus die bewustzijn gaan we brengen, omdat die boeren, ze hebben ook die equipment, maar we gaan ook die kennis bijbrengen om op de juiste manier om te gaan. Want het mag ook niet zo zijn dat je vanwege verkeerd gebruik schade toebrengt aan je bodem, want die kwaliteit van die bodem is ook heel belangrijk voor de productie. En die productie is belangrijk voor natuurlijk de mensheid, de gezondheid van de mens en natuurlijk dan ook voor een goede samenleving. Dus het begint allemaal bij bodem. De verhoogde productiviteit moet uiteindelijk resulteren in financiële vooruitgang, zegt Jairam. Met gedegen onderzoek en de juiste vaardigheden is dit doel niet moeilijk te bereiken. Wij hebben natuurlijk de potentie en wij gaan natuurlijk ook proberen om de beleidsmakers in die richting te bewegen. Dat wij ook die potentie kunnen benutten. We moeten eigenlijk, we moeten natuurlijk een aantal zaken in acht nemen wanneer wij dus willen investeren in bepaalde subsectoren. We moeten kijken naar de markt, de ontwikkeling van die sectoren ook, in welke mate die sectoren in andere landen ontwikkeld zijn. En natuurlijk de vraag, de markt, wat onze concurrentiepositie zou kunnen zijn. En dus analyses moeten natuurlijk gemaakt worden. En op basis van de analyses moeten we kijken waarin hebben wij dus comparatieve voordelen, in welke sectoren. Wat kunnen wij goedkoper produceren en ook beter kwaliteit. Want natuurlijk, dat is heel belangrijk, want je kan niet een gewas, een product gaan produceren waar jouw kostprijs, gemiddelde kostprijs, hoger is dan van bijvoorbeeld andere landen. Dus je moet kijken van in welke gewassen, producten je als land je concurrerend zou kunnen produceren. Na deze trainingsperiode zullen de boeren waar nodig verder begeleid worden.